De eerste Kids Club activiteit heeft ook plaatsgevonden. Tijdens de persconferentie konden de Kids Club leden alles te weten komen en mochten zij Millie Manhoef, Mohamed Sanko en Ryan Flamingo het hemd van het lijf vragen. Test, test. Oh, werkt. Wie van jullie drie is het snelst? Dit is eerlijk. Okay. Ik denk het snelste is Mo, daarna Million en daarna ik. Ik ben de traagste. Ik wil graag zeggen van niet, maar ik ben het ermee eens. Wie kan de bal het hoogste houden? Ik denk gewoon Million. Want hij heeft meer techniek dan ik, denk ik. Zijn jullie daarmee? Nee. Ik kan het ook gedaan, Million. We hebben het laatst nog, gedaan. Met, niet met een normale bal, maar met een rugbybal. Maar wees even eerlijk, hè? Hij had 39, ik had 38. Dus wie had hoger? Nee. Oh. Zou Vitesse nog gered kunnen worden dit seizoen? Dat het nog een goed seizoen wordt? Ja, ik ben daar zeker over. Van overtuigd. We hebben een goede ploeg, jonge ploeg. Maar het is nog een beetje nieuw voor iedereen. Vorig jaar zijn er heel veel spelers weggegaan en we moeten nog een beetje onze drive vinden. Dus ik denk wel dat we het kunnen omkeren. Wat zou je willen worden als je geen voetballer was? Toch iets in de sport eigenlijk. Want dat ligt me wel. Dus ik denk misschien een trainer of zo. Of ja. Een leraar of zo. Leraar? Ja, in de sport. Leraar? Gewoon een trainer, personal trainer denk ik. Lijkt me wel leuk. Als ik geen voetballer was, dan zou ik nog denk ik aan vechtsport doen. Zou ik gaan boksen. Maar dat ga ik nog steeds doen na mijn carrière. Dan stop ik lekker vroeg en dan ga ik nog een paar jaar boksen en dan word ik wereldkampioen. Heb je iets speciaals wat je doet voor wedstrijden? Ik kies altijd mijn voetbalschoenen, allebei, voor ik het aandoen. En als ik dat vergeet, doe ik mijn voetbalschoenen weer uit om opnieuw te doen. Ik doe altijd mijn eigen muziek van tevoren. Speciale muziek, Japanse muziek. Ik doe vaak mijn linker sok om mijn rechtervoet en mijn rechter sok om mijn linkervoet. Ik doe zeg maar alleen maar hoog houden van tevoren, van het veld af. Dus triple passen als ik op het veld opkom. Kunnen jullie tegen je verlies? Nee. Ik ook niet. Maar ik verlies, dan... ik verlies eigenlijk niet, maar... Hij verliest alleen maar. Ja, hij liegt echt zo. En ik speel ook wel vals als ik dan verlies. Ja, dus dan win ik uiteindelijk wel. Hij verliest juist nog. We hebben net gepoeld en daar heeft hij verloren. Twee keer. En we gingen daarvoor gingen we darten en toen heeft hij ook verloren. Twee keer. En met hooghaal heeft hij ook dus verloren. Dus hij verliest alleen maar. Ik kan wel tegen mijn verlies. Waarom? Want ik heb gewoon... Kijk, ik zuur veel in mijn hoofd, maar ik... Het is bad for life. Gewoon normaal. Je hoort erbij te verliezen. Als je niet verliest... Maar verlies je dan niet veel wat je wint? Nee, dat sowieso niet. Ik wil liever winnen. Wat is je mooiste voetbalervaring? Ik denk dan toch wel... mijn debuut. Mijn debuut bij Vitesse. Ik denk als kind en als voetballer wil je altijd in de Eredivisie spelen. Wil je debuut maken, daar droom je van. En ik denk dat het wel een heel mooi moment was voor mij en mijn familie. Ik denk het debuut bij Vitesse. Tegen Feyenoord. Wat voor goede eten jullie allemaal? Hier op de club eten we van alles eigenlijk. Sam, rijst. In de ochtend krijg je een eitje met een broodje. En in de middag eten we vaak warm. Maar wel vaak gezond. Je kan soep kiezen. Dus er zijn heel veel mogelijkheden. Vandaag had ik een saampje met wat groenten. En wat aardappelen. Hebben jullie huisdieren? Ik heb een kat. Gelukkig dat hij niet bij mij woont. Waarom? Die de kat of hem? De kat. De kat. Omdat ik vissen heb. Ja, die eten die kat op, hè? Ik heb ook. Nee, juist andersom. Wat zeg je nou, jongen? Wie is jullie favoriete speler? Hey. Oh, daar heb ik ook een Flamingo shirt aan. Hey.
Hoe zien jullie je toekomst? Ik hoop gewoon basisspeler te worden bij Vitesse. En dan goede seizoenen draaien hier. En vanuit daar wil ik eigenlijk naar Barcelona. Ik hoop hier al uit te groeien naar een belangrijke speler van Vitesse. Vervolgstap te maken. En eigenlijk, ik weet niet hoe ver ik kan komen, maar zo ver mogelijk komen wat haalbaar is. Ik wil zoveel mogelijk goals maken voor Vitesse. Komende jaar. Daarna zoveel mogelijk dingen kunnen bereiken. Waar ik naartoe ga, welke stap ik maak.